eerst naar de backstage, naar Elke. Elke, hoe is het daar? Ja, nu begint de spanning toch wel een beetje naar ongekende hoogtes te stijgen, Anne. Want iedereen begint toch zo'n beetje zenuwachtig te doen. Maar die mannen hier voor mij, ja, ik denk niet dat ze heel zenuwachtig zijn. Of toch wel. Dag Peter Klaas en dag Michael Schack. Dag Elke. Ja, man. Dat was een goede timing, Peter. Dat was een goede timing. Ja. Zeg Michael, jij bepaalt de beats per minuut. Inderdaad. Ja. Dus ja. Hoeveel kilo ben jij na zo'n concert kwijt? Wel, twee teennagels in mijn rechtervoet, hè, omdat dat dus met de rechtervoet gebeurt. En ze zeggen dat drummers heel veel calorieën verbruiken tijdens concert. Dit is een concert in twee delen. Mm-hmm. Dus ik ga waarschijnlijk straks met een smartje naar huis kunnen rijden. Trouwens, ik weet niet of je mijn gesprek met de meisjes daar straks hebt gehoord. Met Merel en Vanessa en Linda. En Vanessa heeft waarschijnlijk beweerd dat ik stonk. Ja, hoe weet jij dat? Wel, Vanessa, er is een kleine vijandigheid tussen mij en Vanessa. En dat is gekomen doordat haar whiskyfles... Haar whiskyfles, die ze dus tax-free had gekocht in Spanje, op een vlucht met Ryanair uit de bagagerek is gevallen. Ja. Op Peter Schreurs, die dus vandaag niet aanwezig kon. Nee, want ik heb alle bandleden hier in de backstage aan de tand kunnen voelen, behalve Peter Schreurs. Waar is die? Hij verzorgt samen met Filip van Duren de keyboards. Maar we zijn hem kwijtgeraakt. Ja. Zit hij op het toilet of zo? Die is aan het repeteren. Maar hij had wel last van zijn darmen. Hij is een beetje ziek, Elke. Ik heb hem juist een dafvalgan opgelost. En ja, ik denk dat hem... Het is aan het laten inwerken en dan komt dat zelfs allemaal goed. Ja, het zijn misschien toch wel de zenuwen die nu een beetje naar boven komen. Ik denk het wel. Hoeveel beats per minuut gemiddeld sla jij op je trommeltje? Wat de basdrum betreft, dus de kick, wat dat in regies en muziek eigenlijk heel specifiek voor on the floor, klopt. Dat varieert tussen 138 en 142 bpm. Dus dat zijn beats per minuut. Vermenigvuldigd maal, hoeveel minuten in totaal? Oh, Michael, wij spelen een uur of drie, hè? Ja, dus 180 maal 142 eigenlijk. Ja. Anne Rijmen die gaat het nu voor ons uittellen. Oh, ja. Peter Klaas. Ja. Peter Klaas, jij bent zo'n beetje het vergeten bandlid van Milk Inc, mag ik toch wel zeggen. Hè? Misschien voor de mensen die komen kijken, ja, dat is een beetje vergeten, maar daarom niet minder geapprecieerd door de band zelf. Ja, want jij staat op het middenplein aan knopjes te draaien. Ja. En wat doe jij precies? Elk bandlid heeft een heel arsenaal aan instrumenten. Virtueel, gelijk als Michael bijvoorbeeld, met zijn virtuele drums. Of elektronische drums. En de keyboardgasten hebben dat ook. Die hebben een hele batterij aan synthesizers staan, een computer staan. En dat elk doosje wat dat daar staat op dat podium heeft een uitgang. En ik combineer al die uitgangen met de stemmen om uiteindelijk een klank te krijgen zoals op de plaat van Reggie. Ja. En dit jaar doe je zelfs nog iets speciaals, hè? Ja, weet je, we hebben heel, heel lang geoefend bij Reggie thuis. En, zeg, bij ons thuis. Bij u thuis. Ja. Zeg, ik heb wel de vuiligheid mogen opvullen. Hey, wij hebben de blikjes opgeplooid. Nee, want er zat geen vuilzak in de vuilbak. Oh. Ja, en dat heb ik al... Maar het is met liefde gedaan, want ik zie jullie allemaal heel graag. Dank je, dank je. Nee, ja, wat is er heel speciaal? We hebben heel goed gerepeteerd dit jaar. En ja, het wordt gewoon een heel hoogstaande show. Ja. Beter dan andere jaren? Wij doen toch heel hard ons best. Is fysiek ook zwaarder? Ja, voor jou? Voor de hele band? Niet alleen voor mij, maar ik denk voor de hele band. Er komen wat trucken aan te pas. Ja. En er zitten natuurlijk ook nog een paar gasten bij. En dat gaat goed vooruit, moet ik zeggen. Ja, hè? Ja. Het is vooral tijdens zo'n nummer dat je toch wel even moet gas geven. Hè, dan Michael? Moet ik even, zoals Peter zou zeggen, die naast mij geen afval gaan oplossen, maar supo ook zo. Supo, okay. Goed, mannen, gaan jullie supo alvast maar steken. en geniet van de mij, avond. Dank je. Doe het goed, hè. Succes. Ja, groetjes allemaal. Terug naar jou, Anne. En hoeveel keren moet Michael op zijn drumstel slaan? Heb je Duits gerekend? Je was mij al 30 seconden daarvoor kwijt. Dus ik kon al lang niet meer volgen. Maar we gaan wel ons favorietje draaien, Elke, nu. Ah, oké. Ça va. Is goed. Lavage voor de backstage. Yay.